Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met behoorlijk slecht weer. We zitten op de grens van warme zomerlucht en koelere lucht vanaf de oceaan. En op die grens is veel bewolking ontstaan. En gisteren ook al een paar regenonweersbuien boven Frankrijk. En die trokken vanochtend over ons land. Zien we ook op de satellietbeelden terug? Veel bewolking vanuit Frankrijk richting België naar Nederland. Een paar opklaringen daartussen. Dan loopt de temperatuur weer even op. En ook op de wilden zijn de buien uiteraard goed zichtbaar. Dus ze trekken van zuidwest naar noordoost. Deze builijn zal dan ongeveer zo trekken. En dan lijkt het erop dat een groot deel van Nederland droog weer heeft. Maar daar brengt nu ook af en toe de zon door. Dus lopen de temperaturen weer op. En dat geeft dan energie aan de bewolking om weer nieuwe buien te laten ontstaan. Zou we dus niks verbazen als er later vanmiddag of vanavond nog een enkele regen of onweersbui over het zuidoosten en oosten van het land trekt? Maar uiteindelijk wordt het wel beter weer. Kom ik zo op terug. Nog even wat fraaie foto's vanuit Zeeland. Het is toch echt wel een hele mooie plaat. Van Janine van Hapert. Gemaakt in de buurt van Vlissingen. Dan zien we deze onweerswolk langzaam voorbij trekken. En ook deze foto van Bas Martin, Martinot. Is ook een hele mooie. Ook daar kun je mooie wolkenstructuren zien. Maar goed, de weersverwachting. Op dit moment code geel voor het zuiden en oosten van het land, code geel, de laagste waarschuwingsfase. En die geven we uit als er kans is op onweer. Verwacht dus geen noodweer. Op een enkele plek kan het wel even stevig regenen. Daarbij dus een klap onweer mogelijk en heel misschien als de buien wat zwaarder worden in het oosten ook nog hagel, of windstoten, maar de kans daarop is erg klein. Die buien gaan vanmiddag samen met temperaturen van 22 tot misschien zelfs 27 graden. Maar dat is echt heel kortstondig, die 27 graden. Want daarna komen er alweer buien en dan gaan de temperaturen weer naar beneden. En in de buien, in de regen, is het slechts 18 of 19 graden. Vanavond trekken de buien dan oostwaarts weg, richting Duitsland. En vanuit het westen wordt het dan droog en krijgen we steeds meer opklaringen. Halverwege de avond zal het een graad of 20 zijn. En in de nacht daalt de temperatuur dan rond 13 graden. Er staat dan weinig wind, de lucht is vochtig, de grond is vochtig en dat betekent dat we rekening moeten houden met de vorming van nevel, mist en laaghangende bewolking. Aan het einde van de nacht zou het verkeer dus gewoon last kunnen hebben van slecht zicht, zicht van minder dan 200 meter. En ook morgenochtend hebben we daar nog last van. Maar het lost allemaal wel vrij vlot op. Dus in de loop van de ochtend verdwijnt het ochtendgrijs. Dan breekt de zon weer door. En dan hebben we vooral smiddags een afwisseling van zon en wolkenvelden. Temperaturen, helemaal niet slecht. 22 tot 25 graden. Daarbij ook nog eens weinig wind. En slechts heel lokaal weet de stapelwolk uit te groeien tot een bui. Dus geen totaal droge dag in Nederland. Maar de kans dat jij die ene bui tegenkomt, die is toch wel erg klein. Vanaf donderdag neemt de kans op regen wel weer toe. Dan verwacht ik gewoon weer wisselvallig weer. Donderdag passeert er een front. En daarvooruit en daarna zijn er ook nog opklaringen. Ook vrijdag een aantal buien en temperaturen rond de 20-21 graden. En de zaterdag lijkt zelfs een kille dag te worden met maximaal slechts 18-19 graden. Voor de watersporters weer genoeg wind. Windkracht 4 à 5 op de wateren. En zit er dan echt geen zomer in het verschiet? Nou, als we gewoon naar de trend kijken, dan moeten we zeggen: uh, vanaf vandaag is het dalend tot en met zaterdag. Maar daarna lijken we weer wat omhoog te gaan. En de kans op neerslag neemt dan ook af, omdat een hoge drukgebied dan dichterbij komt. Voor midden-Nederland komt die weersverbetering misschien te laat, want daar beginnen maandag de scholen weer. Maar in het zuiden en noorden, daar kan het nog, nog een, een leuke zomerse verrassing aankomen. Hoge temperaturen lijkt het nog niet te worden, maar grotendeels droog met zon en 20 tot 25 graden, dat is ook niet slecht. Maakt de bui voor vandaag wat makkelijker? De komende dagen ook nog buien en volgende week dus beter weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.